Windpark Nijmegen-Betuwe is vrijdagavond officieel geopend door burgemeester Hubert Bruls. Met een druk op de knop startte een lichtprojectie op een van de windturbines. Eerder op de middag droeg fabrikant Lagerwij de sleutels van de windturbines over aan de directeur van het windpark, Pim de Ridder. Ja, dat mag je wel zeggen. Al die windmolens die zijn toch wel imposant en dan zo in het licht met een mooie film. Maar wat ik eigenlijk het meest bijzonder vind, dat er een circus tent is met honderden mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Echt een super initiatief. Nou, ontzettend tevreden. Het project is echt zo snel en zo goed verlopen. Eigenlijk zonder grote problemen. Zowel qua mensen die tegen waren, de hele positieve energie, heel veel mensen die het project toejuichten, ook meer dan 1000 mensen die er geld in hebben gestoken. Ja, om een heleboel redenen. Hè. We willen natuurlijk naar een duurzame samenleving en energie is wel een belangrijke daarin. Dus daar zullen deze windmolens al een hele grote bijdrage doen. 6.000-7.000 huishoudens kunnen daar helemaal op draaien. Dat is een geweldige stap vooruit. Wij als gemeente geven natuurlijk ook graag voorlichting en kunnen ondersteunen. We moeten het ook vaak mogelijk maken. Hè. Je moet in een bestemmingsplan of in de regels, moet je natuurlijk wel mogen. Je kan niet zomaar in je tuin een windmolen op gaan zetten, ook al zou je het willen. En we geven natuurlijk zelf het goede voorbeeld door ook duurzame energie gewoon in te kopen. En we hebben nu ook uitgevraagd of we duurzame energie willen hebben, maar ook nog uit de eigen streek. We hopen dat we hier zoveel geleerd hebben, want voor ons was het ook de eerste keer. Dat we daar met een beetje meer vertrouwen, want het was voor ons echt een zwart gat, dat het gewoon dat we de aanpak die we hier gekozen hebben, dat de goede is. We'll be right back.